Ja, als je de hele dag op zo'n congres zit en zo toeluistert, dan kom je er langzamerhand achter dat er natuurlijk allerlei dingen al gezegd worden door anderen die voor je spreken. Gelukkig heb ik hopelijk nog voldoende nieuwe dingen bij me, maar ik heb dus ook een kerkvader meegenomen, al moet ik zeggen, correct gezien, dit is een woestijnvader. Daar maken we soms wat onderscheid tussen, want ja, de kerkvaders, dat zijn degenen waar we echt op bouwen, maar die woestijnvaders, die hebben wel mooie dingen verteld, maar er worden soms ook wel wat vreemde dingen over verteld. Nou, dit is Antonius, de heilige Antonius of Antonius de Kluizenaar. En deze woestijnvader woonde geheel alleen in de woestijn. En over hem gaat het volgende verhaal. Dat op een dag komt er een gezelschap bij hem op bezoek. En die ziet tot zijn verbazing dat deze Antonius geen enkel boek heeft. Hij heeft zelfs geen Bijbel. Hij zegt wel, ik dien God de hele dag. Dus de mensen vragen, hoe kan dat dan? Wel zegt hij, ik heb de natuur. Dat is een boek, dat kan ik elke dag lezen. En daar ben ik heel de dag in bezig. Nou, dat leek me wel een mooi startpunt voor deze lezing over duurzaamheid. Die uitspraak van Antonius overigens, die is daarna door de hele kerkgeschiedenis heen steeds weer op verschillende manieren herhaald. We kennen hem allemaal, denk ik wel, uit de Nederlandse geloofsbelijdenis, artikel 2, waar staat, de schepping is als een schoon boek, waarin alle schepselen grote en kleine letters zijn. Ja, dus ook een mooie manier om naar de natuur te kijken. Het is vanochtend ook al genoemd. Tijdens mijn studie chemische technologie, op het oorspronkelijke programma stond ik vermeld als technisch chemicus, maar daar kon ik mezelf niet helemaal in herkennen, ik wist niet precies wat dat was. Ik heb chemische technologie gestudeerd en dat betekent dat je, scheikundige technologie, dat je leert om dit soort fabrieken te ontwerpen. Voor degenen die het plaatje herkennen. Dit is de raffinage van Shell in Pernis. Maar een enorm complex. Dit is nog maar één fabriek of één bedrijf, zou je kunnen zeggen. Nou, een heel Rotterdam staat vol met dit soort bedrijven en fabrieken. En ik heb dus geleerd om dat soort fabrieken te ontwikkelen. Maar goed, ik was bezig met mijn studie. Er zijn ook mogelijk studenten die meeluisteren. Het zou je ook zo kunnen overkomen. Ik was bezig met mijn studie en ik zag mezelf toch eigenlijk niet echt daarin werken. Het is niet zo dat ik er een hekel aan heb. Ik werk nog steeds midden in Rotterdam. Maar ik vond het toch wel moeilijk om dat goed te verenigen met zoveel energie wat daar wordt gebruikt. Zo vervuilend als dat het is. De luchtvervuiling enzovoort. Hoe kun je daar nou als christen ook je werk in doen? En ik ging toen een vak volgen van een hele bevlogen docent. Dat is natuurlijk ook altijd heel mooi, hè, dat docenten daar ook echt een rol in kunnen spelen. Ook wat dat betreft niet-christelijke docenten. Dit was een docent aan de universiteit die mij eigenlijk leerde van, ja, je kunt wel professional zijn in dit vakgebied, maar je kunt tegelijkertijd ook echt werken aan verduurzaming, aan duurzaamheid. Hij gaf een vak dat heette chemie, scheikunde en samenleving. Nou, en eigenlijk is dat bijna de kern van wat ik vandaag vertel. Hoe je die twee dingen met elkaar kunt verbinden. En die docent die bracht mij op het spoor van een vakgebied dat heet industriële ecologie. Dus toen ik een paar weken geleden nog een keer naar het programma keek, toen zag ik dat ik daarop stond als technisch chemicus. En toen zei ik tegen Kees, ik wilde graag opstaan als industrieel ecoloog. Dat is net zo vaag natuurlijk, ik bedoel, misschien net zo onbekend. Maar goed, ik dacht, dat beschrijft mij wel veel beter. In industrial ecology, zoals het in het Engels heet, dat is ook een echt vakgebied. Dat is niet een term die ik zelf bedacht heb. Het is een vakgebied wat eigenlijk oorspronkelijk uit Japan en uit Amerika komt en ook nu in Nederland wordt gedoseerd. Je ziet hier een webpagina van de studie, die ik dan dus niet zelf gedaan heb, maar die wel nu wordt gegeven in Delft en in de Universiteit Leiden. En dat vakgebied van industriële ecologie, en dan kom ik weer terug bij Antonius, dat zegt eigenlijk heel eenvoudig, de wereld, de natuur, de schepping is oneindig complex en vanuit de complexiteit van de ecologie kunnen wij lessen trekken over hoe wij eigenlijk onze technologie zouden moeten verduurzamen. Dat is een omgekeerde beweging. Technologie is over het algemeen natuurlijk ook al complex in onze mening. We denken van, het zijn hele ingewikkelde technologie. Informatietechnologie is ingewikkeld. Productietechnieken zijn soms ingewikkeld. Hoe werkt dat nou eigenlijk precies in je telefoon en zo? Dat soort dingen lijkt al ingewikkeld. Maar het mooie is, en ik denk dat we vandaag al daar heel veel van gehoord hebben, in de natuur zijn soms nog veel ingewikkeldere processen aan de gang. En neem dat hele verhaal natuurlijk over schimmels, maar ook het verhaal over de genomen of de baranomen.
in de technologie kunnen we dit helemaal nog niet. Dus wij kunnen op geen enkele manier goed in kaart brengen, maar ook niet precies gebruiken wat de natuur daar al in heeft of wat de schepping ons daarin heeft gegeven. Nou, dat idee van industriële ecologie, leren van de ecologie om de industrie vorm te geven, dat werd een soort het leidmotief van mijn bestaan. En het mooie is natuurlijk dat de natuur, en dat zou je bijna vergeten, maar de natuur heeft een enorm goede manier om te gaan met afval, met consumptie, met grondstoffen. Grondstoffen worden voortdurend hergebruikt enzovoort. Dus wat wij soms als menselijke samenleving nog helemaal niet zo goed kunnen, dat kan de natuur in die zin al doen. Nou, en dan is er nog iets anders. Ik heb nog een ander element wat ik mee wil nemen in deze lezing. En dat is dat, we horen de laatste tijd steeds dat mensen ook opeens het hebben over duurzaamheid, dat is allemaal gekkigheid. Duurzaamheid, dat is hysterie. Er zijn sommige politici die dat zeggen. Ik ga geen namen noemen, daar heb ik geen zin in. Maar dat wordt zo af en toe eens genoemd. En er is ook wel echt wat, er is veel onrust over duurzaamheid. Soms kan dat er ook toe leiden dat als christenen over dat thema spreken, dat ze dan eigenlijk zeggen van, ik doe maar niet zoveel, of we hoeven misschien ook niet zoveel te doen, want het is zo complex. En moet ik nou dan opeens heel links gaan denken, of moet ik opeens heel rechts gaan denken, of ik voel me daar eigenlijk helemaal niet zo comfortabel bij. Die discussie die zit vol met best wel veel nijdigheid en spanning. En wat ik hoop te doen in deze lezing is te laten zien hoe je op een, denk ik, goede Bijbelse manier en ook een wetenschappelijke manier kunt nadenken over dit thema. En dat betekent dat ik in mijn verhaal ongeveer de volgende dingen ga doen. Ik ga iets vertellen over duurzaamheid in een historisch perspectief. Dus waar komt het eigenlijk vandaan, die term? En wat betekent het dan precies? Ik ga het hebben over de paus, Laudato Si, en over Natural Step. Dat is helemaal geen paus, maar dat zal ik zo meteen toelichten. Iets over de Sustainable Development Goals. En dan ga ik het hebben over het Oude en het Nieuwe Testament. Kijk, het woord duurzaam heeft twee betekenissen in het Nederlands. Dus je hebt duurzaam in de zin van, ik maak een duurzame kast. Of dat is nou echt heel duurzaam. In de betekenis van, dat is degelijk of dat is voortdurend. Voor degene die de psalmrijming van 1773 goed kennen, daar staat een zin in, zo duurzaam als de zon. Nou, als ik dat zing, dan denk ik soms natuurlijk alsnog aan zonnecellen, maar dat mag natuurlijk helemaal niet, want het wordt helemaal niet zo bedoeld. Zo duurzaam als de zon, dat heeft te maken met, de zon zal altijd schijnen. Dus duurzaam betekent dan voortdurend. Nou, die psalmrijming komt uit 1773. Als je dan gaat zoeken in de Oude Statenvertaling, uit 1637, even goed voor de jaartallen, dan kom je daar dat woord duurzaam nog helemaal niet tegen. Dus ergens in de 18e eeuw wordt het woord duurzaam blijkbaar een woord wat in het Nederlands opkomt. In de Oude Statenvertaling heet het dan nog duurachtig, voor degene die dat willen weten. En dat is wel mooi, want dat oude woord duurzaam, dat betekent dus degelijk, voortdurend. En dat, in het Duits is dat dauerhaft en in het Engels is dat durable. Dus dat is iets wat lang duurt. Als we het nu hebben over duurzaamheid, dan is dat eigenlijk de vertaling van het woord sustainable. Sustainable of sustainability, sustainable development, dat zijn de Engelse termen voor wat we nu bedoelen met duurzaam. Nou, dat woord duurzaam, sustainable, dat komt bij één bepaalde schrijver vandaan. Die heet Edward Goldsmith. Die heeft een boek geschreven, dat heet The Blueprint for Survival. Precies 50 jaar geleden overigens, 1972. Ik ben zelf van 1974, dus het boek is bijna net zo oud als ik. Maar goed, 50 jaar geleden schreef hij dit boek. En daarin zegt hij, duurzaamheid is een begrip wat we al heel lang kennen. Namelijk dat je goed moet zorgen, dat het degelijk moet zijn, dat het voortdurend moet zijn. Het is ook een landbouwterm in de zin van, je moet goed voor je land zorgen. Nou, dat begrip, dat moeten we eigenlijk gaan oprekken. We moeten het begrip wat ooit, dus meer in het oude Engels, een term was voor goede agrarische beoefening van het vak. Dat moeten we oprekken naar industrie en naar mijnbouw enzovoort. Want wat we nu doen, dat deden we vroeger misschien al niet goed met de landbouw, maar dat doen we tegenwoordig op allerlei sectoren. We putten grondstoffen uit, we vervuilen het water enzovoort. We hebben allerlei problematiek.
Dat boek van Goldsmith, The Blueprint for Survival, is een reactie op het Club van Roma rapport. Dat staat ernaast getekend, dat is een heel vaag plaatje. Maar goed, dat was destijds ook een boek met prachtig mooie matrixprinten, geprinte grafieken erin. En de Club van Rome, voor zover dat mensen dat natuurlijk nog kennen, dat was het rapport wat zei, als je alle milieueffecten bij elkaar optelt en we zien wat er gaat gebeuren met de groei van de bevolking, met meer of minder grondstoffen, watervervuiling enzovoort, dan gaat het dus mis. Volgens de Club van Rome zou het dus nu ook al mis zijn gegaan. Dat is gelukkig niet uitgekomen. Sommige mensen zeggen dan weer, nee, ze hadden ongelijk. Nou, ik denk dat dat niet helemaal zo is, want de Club van Rome heeft namelijk ontzettend veel mensen aan het denken gezet en we hebben de boel bijgestuurd. Maar we hebben nog steeds natuurlijk het gevaar wel, daar moeten we eerlijk in zijn, dat er zijn dergelijke ontwikkelingen aan de gang, dat het best zo kan zijn dat op een bepaald moment onze energie, onze grondstoffen, onze landbouwgrond enzovoort op is. En dat we dan dus echt te maken hebben met, nou ja, hier heet het dan, disaster. Nou, dat denken van sustainability en de Club van Rome, dat komt dan vervolgens terecht in een rapport van de Verenigde Naties, dat heet Our Common Future. Nou, dat is waarschijnlijk toch wel redelijk breed bekend, maar goed, het is wel goed om dat dus ook weer hier neer te zetten. In 1987 heeft de VN een commissie. Nou, die moeten eigenlijk nadenken over, wat gaan we nou eigenlijk doen? Hè? Gaan we met milieuproblemen, moeten we die nou oplossen? Moeten we die voorkomen? Maar ja, je hebt ook nog tegelijkertijd dat landen zich heel verschillend ontwikkelen. Stel je voor dat je een heel rijk land hebt, wat dus milieuproblemen heeft. Oké, dat land heeft dan mogelijk geld om die milieuproblemen op te lossen en die kan dan wat maatregelen nemen. Maar stel dat je een heel arm land hebt, wat nog helemaal geen grote of sterke economische ontwikkeling heeft. En dat land, dat zouden we meteen verbieden om voortaan te gaan groeien of die milieuproblemen op te lossen. Dat zou dus helemaal klem komen te zitten. Dus wat de Club van Our Common Future, of de Brundtland-commissie, vervolgens formuleerde was, duurzaamheid en duurzame ontwikkeling heeft te maken met milieuproblemen oplossen en tegelijkertijd ook met zorgen voor economische ontwikkeling. En dat zijn dus twee dingen die heel erg opvallen. Hè. Dus aan de ene kant de milieuproblemen, bodem, water, luchtvervuiling, moeten we aanpakken. Dat is ook internationaal, dus dat moet je met landen tegelijk. Dat kun je niet zeggen van het ene land lost het wel op, het andere land lost het niet op. Je moet samenwerken. Vandaar ook dat het een VN-rapport is. En tegelijkertijd, de wereld is volop in ontwikkeling. Hè. Arme landen worden nog wat rijker, rijke landen worden nog steeds rijker. Hoe krijg je die twee dingen op elkaar gelegd? En daarom hebben ze een prachtig mooie definitie. Ik zal hem even in het Nederlands ook voorlezen. Hè. Duurzame ontwikkeling is een ontwikkeling die voorziet in de behoeften van de huidige generatie. Hè, dus the needs of the present. Zonder de behoeften van toekomstige generaties, zowel hier als in andere delen van de wereld, in gevaar te brengen. Nou, en dat is een van de redenen waarom dat ik het altijd belangrijk vind bij duurzaamheid om te benadrukken dat het niet alleen maar gaat over een technisch vraagstuk, maar dus ook echt over een maatschappelijk en economisch vraagstuk. Hoe zorgen we dat die ontwikkeling plaatsvindt, maar ook hoe zorgen we ervoor dat die rechtvaardig blijft. Dat is heel belangrijk. Dus wat je hier ziet, dat staat hier zeg maar in dat stukje van de future generations. Dat klinkt een beetje vaag, is het ook wel, het is niet echt concreet, maar goed. Daar zit een concept achter wat je kunt noemen intergenerationele rechtvaardigheid. Dus met andere woorden, we willen niet de spullen van onze kinderen, kleinkinderen, opmaken. We willen hen ook niet een wereld geven die stuk is of die, nou ja, nog hersteld moet worden. Wat je dan vervolgens ook ziet in de duurzaamheidsliteratuur, en dan kom ik natuurlijk dichter bij het heden, dat is dat, en sommige mensen kennen dit ook, wordt heel vaak gebruikt ook in allerlei cursussen en zo, is dat er zijn drie ondergrenzen aan duurzaamheid. Je hebt people, planet, profit. Of als je het in andere volgorde zet, je hebt profit, je hebt een economische ondergrens. Iets moet natuurlijk wel haalbaar en betaalbaar zijn. Uiteindelijk blijf ik natuurlijk altijd een technoloog. Je kunt ook zeggen, ik ben een econoom. Ik wil gewoon dat dingen natuurlijk wel te doen blijven. Dat ze niet te duur zijn, dat ze niet te veel kosten. Dus profit is een ondergrens.
Als je even historisch naar kijkt, dan zou je kunnen zeggen de industriële revolutie, die in de 19e eeuw begon met stoommachines enzovoort. Die industriële revolutie, die begon natuurlijk eerst vooral winstgedreven. Ik heb een technologie die goedkoper is dan jouw technologie, dus ik kan meer producten maken, dus ik kan meer geld verdienen. Dat is puur een economische drijfveer. Maar er komt natuurlijk langzamerhand in de loop van de tijd, komt daar people bij. En terecht. De allergoedkoopste manier van productie is met slaven. Nou, gelukkig accepteren we dat niet. Gelukkig zeggen we nee, goede technologische productie, dat is met goede machines, maar natuurlijk wel met mensen die we zeg maar menswaardig behandelen. Die we 5 dagen per week laten werken, niet 6 bijvoorbeeld. Kinderen mogen eigenlijk niet werken. Dus we vinden dat het sociaal en goede omstandigheden moet behelzen. Dat is zeg maar de people ondergrens. Het is goed om dat te realiseren, dat als je technologie ontwikkelt, dan heb je er dus altijd tenminste over 2 dingen. Het moet geld opleveren, het moet ook veilig zijn en gezond. Als je dat laatste niet doet, dan vind ik het ook echt niet acceptabel als je dat zou willen doen. Nou, en daar komt de derde ondergrens, zeg maar, de derde randvoorwaarde kun je ook zeggen, die komt daarbij, dat is de planet. En je merkt nog steeds dat bedrijven en ook overheden die laatste best wel ingewikkeld vinden. Die hebben dan zoiets van, nou, dat is van later, dat is zeg maar nu, dat is een soort hype. Terwijl als je er goed over nadenkt, als je natuurlijk technologie ontwikkelt, je bouwt een fabriek om spullen te maken, moet je zorgen dat je winst maakt, logisch, moet betaalbaar en haalbaar zijn. De mensen die erin werken, die moeten gezond en veilig kunnen werken, maar dat moet ook niet milieuvervuilend zijn. Alleen al vanwege de kosten. Als je enorme milieuproblemen veroorzaakt, dan draai je later op voor de kosten misschien. Dus dat planetstuk is net zo goed en net zo waardevol als derde randvoorwaarde als die andere 2. Even weer terug naar het woord duurzaam. De Verenigde Naties hadden zo'n rapport geschreven over Sustainable Development Goals en dus sustainability. En vervolgens vertaalde de Nederlandse overheid dat woord sustainable met het woord duurzaam. Er is wel eens over gediscussieerd dat je dat eigenlijk anders moest vertalen. Misschien moest je wel het woord onderhoudbaar gebruiken, net zoals de Duitsers nachhaltigkeit hebben. Maar goed, in Nederland is het altijd gewoon duurzaam gebleven. Dus we hebben een woord wat 2 betekenissen heeft. En het is wel leuk om te weten natuurlijk, zeker in de huidige hysterie soms, dat dit was dus in eerste instantie een rechts-christelijke beweging in Nederland. Dat was de VVD en de CDA die samenkwamen met duurzaamheidsaanpak. Je ziet hier 2 VVD-ministers, Nijpels en Winsemius. Daar kwam dus in die zin heel sterke duurzaamheid vandaan in de jaren 90. Het is leuk om dat te weten. Het kwam ook echt uit het CDA. En daar kennen we allemaal wel de term van ondertussen, van rentmeesterschap. Dat was ook een opmerking die zeg maar, vanuit de politiek kwam. Het CDA schreef een verkiezingsprogramma. Daarvoor waren het meerdere partijen. Dan werd het CDA 1 partij, hadden ze 1 verkiezingsprogramma. En daarin schreven ze van rentmeesterschap is voor ons het belangrijkst. En dat woord rentmeesterschap, dat hadden ze overigens wel uit het verleden gehaald. Want dat is eigenlijk een term die heel erg bij Abraham Kuyper naar voren komt. Die heeft het voortdurend over gezin, kerk en samenleving en de rentmeesterschap daarbinnen. Gezin, kerk, samenleving, dat is de 3-star. Voor degenen die de school kennen, maar dat is de 3-slag van Kuyper. Maar goed, het CDA-programma zei vervolgens, oké, niet alleen gezin, kerk en samenleving, maar ook natuur en milieu en de wereld. Daar gaat rentmeesterschap ook over. En degene die daarachter zat was Bob Goudswaard. Ook misschien een naam die mensen nog kennen. Professor Bob Goudswaard had een boek geschreven over de economie van het genoeg. En die schreef dus prachtige volzinnen in dat verkiezingsprogramma over dat wij als christenen rentmeesterschap moeten bedrijven. Nou is het wel zo, niet om hier achteraf gezien CDA of Bob Goudswaard aan te vallen, maar het woord rentmeesterschap werd daarmee wel heel economisch ingevuld. Heel praktisch van het is een soort onderhandeling. Zo van de natuur. Als je dat natuurlijk kapot maakt, moet je later misschien kosten betalen. Dus dan gaan we maar gaan we beter met het milieu om, want dat is ook beter voor onze portemonnee. Ik denk dat er meer te zeggen is over waarom dat je duurzaam zou zijn of rentmeesterschap zou beoefenen. En dan kom ik bij de paus. Ik ben al blij dat de paus al vaker genoemd is vanochtend en vandaag. Dus voel ik me wat meer op mijn gemak om de paus te citeren. Deze paus, de paus Franciscus, die nu aan het pontificaat staat, die heeft een encycliek geschreven, die heet Laudato Si.
Dat is geen Latijn overigens, dat is Italiaans. En dat betekent zoiets als van de Heer of de God zij geprezen. En dat is het beginlied van een liedje, dus, of beginregel van een liedje, dus vandaar deze titel. Maar het gaat natuurlijk over, hè, we prijzen God door het werken aan verduurzaming en aan een duurzame samenleving. Nou, en ik denk dat dit boek, het is echt een boek, hè, een encycliek is vaak natuurlijk een soort rapport, maar dit is geloof ik 120 pagina's als ik het goed heb. Dit boek geeft wat mij betreft een hele goede reflectie op wat dus eigenlijk een Bijbelse manier is om naar duurzaamheid en milieukunde te kijken. En er zijn wat mij betreft drie aspecten die je daar een rol in spelen. De eerste is dat, en dat zal je niet verbazen denk ik over wat ik al gezegd heb, maar dat deze publicatie geloof in de schepper meteen verbindt aan zorgen voor de natuur. Dat is een, klinkt als een open deur, maar het is denk ik heel goed om dat gewoon ook eens tegen elkaar te zeggen. Als je zegt dat je gelooft in de schepping, en dat, daar ben ik echt van overtuigd, dus misschien ben ik daar ook wel heel stellig in, maar als je gelooft in de schepper, en we hebben vandaag allerlei argumenten gehoord waarom dat we ook zullen en moeten blijven geloven in de schepping. We doen God tekort als we dat niet doen. Maar als je gelooft in de schepper, gelooft in dat het Gods schepping is, dan kan er niet anders uit volgen dan dat je ook zorg wil dragen voor die schepping. Dus dat is het eerste. Dat is eigenlijk het zorgen voor ons huis. En dat is ook meteen het tweede. Dit boek, zeg maar deze encycliek, die bespreekt voortdurend duurzaamheid en zorgen voor de schepping als het zorgen voor ons huis. Het is het enige huis wat we hebben. In die zin sluit natuurlijk heel mooi aan bij de lezing die mijn broer Peter vanochtend gehouden heeft. Voor degene bij wie het kwartje nog niet gevallen is. Peter is mijn oudere broer. Wij leven in een kwetsbare wereld. We hebben maar één planeet. Misschien is er ook maar één van. En dat is ons huis. Daar moeten we het mee doen. En ik denk dat dat een hele krachtige gedachte is. Wij hebben de schepping gekregen uit de handen van onze goede God. En dat is een geschenk. Die is leefbaar gemaakt en wij zijn ook verantwoordelijk om daarin te leven. En als je nog eens over nadenkt over dat woord huis, dat is ook wel mooi om over te bedenken. We hebben vaak de woorden ecologie en economie. Ik noemde mezelf al industrieel ecoloog en ik noemde ook al het woord economie. Daar zit ook allebei het woordje huis in. Oikos, het Griekse woord voor huis. En logos is het, zeg maar, de leer van het huis, hoe het huis werkt. Dus dat is ecologie. En je hebt ook zoiets als nomos, dat zijn de wetten van het huis. Ja, dus dat is hoe je het huis moet besturen, zou je kunnen zeggen. Dat is economie. En ik denk dat het gewoon heel mooi is om dat tegen elkaar te zeggen. Om te zeggen van ja, onze goede schepper heeft ons een huis gegeven met regels. Dat is de ecologie. Daar kunnen we wel proberen overheen te gaan en te zeggen, nou ja, de water is altijd schoon geweest, maar wij maken het vies. Lucht is altijd schoon geweest, wij maken het vuil. Waarom niet? Maar dat is natuurlijk volledig, je zou kunnen zeggen, tegen de regels van het huis. Dus laten we ook proberen onze economie veel meer te plaatsen binnen de ecologie. Dat is voor mij ook een heel aangelegen punt. Nu heb ik een aantal titels genoemd, tot nu toe. We hadden dat boek van de Verenigde Naties, Our Common Future, 1987. We hadden ook nog, die had ik eigenlijk nog niet zo genoemd, tussendoor ook nog een publicatie van een theoloog en een bioloog, Kop en Daly, die een boek schreef over For Our Common Good. En nu kregen we dus de pauze met For Our Common Home. En dat is denk ik heel mooi om dat zo ook te zien. Het gaat dus wel heel duidelijk over dat gemeenschappelijke, maar gaat het nou over onze toekomst? Of gaat het nou over onze welvaart, onze goederen? Of gaat het nou over ons huis? En waar voel je dan als het ware het meest aangesproken als gelovig christen? Ik denk, het kan dat bij alle drie, maar ik vind vooral het woord huis, dat raakt mij nog steeds het meest. Nou, om dat een beetje concreet te maken, en ik hoop dat dit te zien is. Dit is wel, ja, het is nog wat doel, geloof ik. Dit is een methode die heet de Natural Step. En ik dacht dat past ook heel mooi. Hè? We hebben het over natuur, we hebben het over schepping. Een methode uit 1993 ondertussen alweer. En de Natural Step is een aanpak om te beschrijven van welke verschillende dingen moet je nou eigenlijk doen als je het over duurzaam en duurzaam leven hebt. En om dat wat praktisch te maken zijn er zogenaamde vier system conditions
systeemgrenzen bedacht. Ik had net al de 3 ondergrenzen van People, Planet, Profit, nu heb ik er weer 4. Maar goed, dat kan ons wel helpen om zeg maar, concreet na te denken over waar we ons mee bezighouden. Dus de eerste is hè, dat je als je iets uit de aardkost haalt, dan gaat het dus puur over aardolie, aardgas, maar het kan ook over ijzer, ertsgaan, bauxiet. Je haalt iets zeg maar, uit de grond om het te gaan gebruiken, om producten van te maken. Kan natuurlijk in die zin ook landbouw zijn. Hè. Je teelt gewassen, je kweekt allerlei dingen en je haalt het uit de grond. Dat als je dat doet, dat je dat natuurlijk op zo'n manier zou moeten doen, dat dat niet betekent dat het meteen wordt uitgeput. Hè, we mogen best veel spullen uit de grond halen. Doe ik iets fout? Okay. En we mogen best veel dingen uit de grond halen. We mogen het ook gebruiken. Als je het een keer weer opzoeken, ergens tegen het einde van Job, ik geloof Job 42, maar ik weet het even niet zeker uit mijn hoofd. Er staat een prachtig hoofdstuk over mijnbouw. Zou je niet verwachten, maar staat opeens in het boek Job staat een hoofdstuk over mijnbouw. Hè. Dus de Bijbel zegt ook nergens dat we iets niet uit de grond mogen halen om te gebruiken. Maar we moeten het natuurlijk niet met een veel te hoge snelheid doen. We moeten het dan beheerst doen en zeg maar efficiënt en nuttig. Dat kan bijvoorbeeld zijn door producten langer te gebruiken. Je maakt iets, je gebruikt het langer. Of je hergebruikt het, hè, recycling of circulaire economie komt dan vanzelf naar voren. Dus dat is één grens. Het tweede is, als we dan onze technologie gebruiken en we hebben afval, emissies, vervuiling, dat we dat alleen maar doen, zo min mogelijk natuurlijk, en alleen maar doen wat zeg maar de aarde en de natuur aankunnen. Als we voortdurend hele vreemde stoffen in de natuur brengen, hele bekende is bijvoorbeeld dioxine of PFAS, waar tegenwoordig veel discussie over is, dat zijn stoffen die zijn ontwikkeld om niet aangetast te worden door natuurlijke processen. Daar zijn ze gewoon op ontworpen. Dus PFAS gaat dus in je lijf, in al je cellen, gaat er gewoon ook weer uit of blijft plakken en heeft hele nare effecten op je gezondheid en ook op het ecosysteem. Nou, waarom maken we eigenlijk dat soort stoffen? Dat is wel een goede vraag die je kunt stellen. Dat is nummer 2. Als je dus stoffen maakt of als je ermee werkt, zorg dan dat ze als ze in de natuur komen, dat de natuur het ook daadwerkelijk kan afbreken en wat mee kan. We gebruiken de natuur voor allerlei dingen. Hè. We halen natuurlijk bomen weg om landbouw te beginnen. We halen soms hele grondlagen, aardlagen weg om mijnbouw te doen. Ook daar is de opdracht. Doe dat dus in de snelheid dat de natuur dat kan verwerken. Hè, dus het mag, maar doe het met mate. Dat is eigenlijk de discussie van deze system conditions. En ik denk dus dat ze heel praktisch kunnen worden. Hè. Dus dat je echt ook voor je eigen huishouden, voor je eigen leven kunt bedenken. Oké, hoe lang gebruik ik een product? Oh, misschien kan ik het nog wel een tijdje langer gebruiken. Heb ik wel een nieuw product nodig? En wat doe ik met mijn afval? Scheid ik mijn afval netjes? Wat zorg ik dat daarmee gebeurt? Wat gebeurt er als ik verfkwasten over heb? Gooi ik ze gewoon in de kliko? Of ga ik ze netjes bij de milieustaat brengen? Als ik zeg maar, mijn tuin ga inrichten, doe ik dan alleen tegels? Of doe ik dan ook groen? Zeg maar, hè? Dus dat het niet al te verstorend is misschien voor het ecosysteem. En dan heb je ook nog nummer 4. Dat is, zorg dat het ook allemaal nog eerlijk en rechtvaardig gebeurt. Hè, dus daar kunnen we natuurlijk aan doen door fair trade producten te kopen, labels te gebruiken van MSC voor vis en FSC voor hout. Nou, enzovoort. Ik kan, en dat moet u mij op mijn woord geloven, maar ik kan hier letterlijk 1000 voorbeelden geven. En dat zijn ook vaak de concrete vragen. Hè, dat mensen zeggen, wat moeten we nou doen met duurzaamheid? Wat kunnen we daar zelf aan doen? Nou, ik denk dat je heel veel kunt doen. Maar dat je dus kunt blijven denken vanuit dit soort praktische richtlijnen. Van wat gebeurt er nou eigenlijk in mijn eigen leven? En tegelijkertijd, ja, als je natuurlijk de verantwoordelijkheid hebt in een politiek of in een bedrijf, ja, dan geldt dit natuurlijk ook op de schaal van het bedrijf of de schaal van, van de stad of de schaal van het hele land. Hè. Dus in die zin, die grenzen blijven in die zin hetzelfde werken. Nou, dan hebben we nu best wel veel behandeld al van hoe je naar duurzaamheid kunt kijken. Ik wil er nog één erbij noemen. Dat zijn de zogenaamde Sustainable Development Goals. Die staan hier op het scherm. Er is soms heel veel over te doen. Ik zou bijna zeggen, mensen, ik begon al met het woord hysterie, maar mensen doen soms ook letterlijk gek over de Sustainable Development Goals. Alsof dat een soort complot is wat op ons gelegd is of zo. Nou, ik zou zeggen, probeer daar heel rustig naar te kijken. Het is gewoon niet anders dan, we zouden deze dingen kunnen doen met z'n allen. Zou dat goed zijn of zou het niet goed zijn? Nou, ik denk dat het goed is, maar ja, wie ben ik? Die doelstellingen, die moeten in 2030
zijn gerealiseerd in de zogenaamde Agenda 2030. Ook daar is een hoop over te doen, maar daar ga ik nu niet op in. Maar goed, we zien nu al dat we ze op geen enkele manier gaan halen. Ik ben een duurzaamheidswetenschapper, maar ik ben in die zin daar ook wel heel, nou, soms ook wel een beetje cynisch over, maar ook soms een beetje gefrustreerd. Dat ik denk, we hebben ze rond de eeuwwisseling hebben we ze geïnitieerd. Dat is zometeen dan dus 30 jaar geleden. We zijn nog niet halverwege de meeste van deze doelstellingen. Dus ondanks alle goede plannen. En lees ze maar, ik weet niet of dat zo vlug lukt. Het is een vol scherm natuurlijk. Geen armoede. Nou, 2 miljard mensen in deze wereld leven in armoede. En dat getal wordt maar niet kleiner. Zero hunger. Honger is gigantisch. Ook met name door de schuldopbouw in, zoals we dat tegenwoordig mooi noemen, de Global South. We mogen niet meer zeggen de arme mensen in Afrika, maar de Global South. Hè, dus vanochtend werd het al gezegd, de meeste mensen wonen in het noorden. Maar er wonen ook heel veel mensen in het zuiden. En in het zuiden is over het algemeen veel meer armoede dan in het noorden van de wereldbevolking. En zo kunnen we doorgaan. Hè, dus, en je ziet hier bijvoorbeeld energie. En je ziet hier het leven in het water, biodiversiteit enzovoort. Nou, sinds die publicatie van de Club van Rome weten we dit soort dingen dus al. We weten dit al 50 jaar. En dan ga ik natuurlijk niemand aanspreken die boven de 50 is. En ik zei, ik ben zelf al bijna 50, dus de vraag is natuurlijk, wat doen we daarmee? Maar het bijzondere is wel, duurzaamheid is dus niet iets wat de laatste jaren, laatste 2 jaar, 3 jaar, 4 jaar opeens opgekomen is. Het is iets waar we al heel lang precies van weten wat de effecten zijn van klimaatverandering en van de opbouw van allerlei milieuvreemde en natuurvreemde stoffen in de natuur. We hebben een energievraagstuk wat heel groot is. We hebben synthetische materialen die we produceren en waar we niet meer weten wat we er vervolgens mee moeten. Dat is dus een heel ingewikkeld vraagstuk. En als je dat goed wil aanpakken, en je ziet hier nummer 17 staan. Nummer 17 is partnerships. Ik ben daar ook stellig van overtuigd, dat is om dit goed te gaan doen, moeten we aan de ene kant bij onszelf beginnen. Dat deed ik net al een beetje met de natural step. Maar we moeten uiteindelijk ook als landen onderling allerlei afspraken maken om te zorgen dat deze wereld, in ieder geval een aantal kanten de goede kant op gaat met betrekking tot deze duurzaamheidsdoelen. En om dat goed te doen, heb je, dat is ook weer zo'n term, heb je echt complexe systemen nodig. En dat kan soms een beetje ingewikkeld voelen, want complex klinkt al ingewikkeld, maar ook van, moeten we dan hele ingewikkelde systemen optuigen om een ingewikkeld probleem aan te pakken? Ja, ik denk het wel. Want milieuproblemen hebben de neiging van, ze hebben vaak een technische component, en daar gaat het dus over materialen, over producten, over energie. Ze hebben een marktelement, het gaat gewoon over hoe werkt eigenlijk wereldwijde handel. Wat bijna niemand weet bijvoorbeeld, is dat als je een vat olie in Saudi-Arabië uit de grond haalt, dat hij vervolgens 7 keer van eigenaar verwisselt voordat hij in Rotterdam aankomt. Dus er zitten allerlei mensen aan touwtjes te trekken om te zorgen dat ze zoveel mogelijk geld verdienen door te speculeren op olie en op gas en op kolen. Dat drijft dus de prijzen op. Dat is een heel ingewikkeld marktmechanisme. En dan daarbovenop heb je nog dat je natuurlijk, je hebt instellingen als de Verenigde Naties, maar natuurlijk ook de Europese Commissie of de Rijksoverheid, die daar nog weer invloed op proberen uit te oefenen. Dus dat is een heel ingewikkeld proces. En om daar zeg maar je weg in te vinden, ja, dan denk ik dat idee van, we moeten zorgen voor ons huis. De kinderen in het huis mogen niet uitgebuit worden. De zwakkeren in het huis, die ga je natuurlijk niet de dingen afpakken die ze alsnog hebben. Als we in een huis denken, misschien komen we daar nog een beetje verder. Nou, wat in heel veel discussies over duurzaamheid steeds weer terugkomt, is altijd van, we zijn maar klein en het heeft geen zin. Dat krijg ik heel vaak terug. En ik zou daar graag zeg maar een antwoord op willen geven, juist ook vanuit de Bijbel. En daar wil ik de lezing mee afronden. Kijk, de Bijbel die spreekt natuurlijk nergens direct over duurzaamheid of over klimaat. Het woord komt niet voor in de Bijbel. Maar goed, dat geldt natuurlijk voor heel veel onderdelen van onze ethiek. De Bijbel spreekt ook nergens over of dat je op zondag in een trein mag rijden of niet. Dus we hebben natuurlijk allerlei vertaalslagen voor onszelf bedacht om de oude geboden te vertalen naar onze huidige tijd. En wat je dus wel in de Bijbel leest,
We hebben het eigenlijk er al over gehad. Is de Bijbel zegt, God heeft de wereld geschapen. En tegelijkertijd, God heeft de wereld leefbaar geschapen. En die leefbaarheid van de wereld, die kunnen wij wel degelijk aantasten. Je kunt natuurlijk zeggen, ja, kunnen wij tegen Gods schepping op? En als we natuurlijk het zondvloed en dat hele catastrofe denken erachter, waar we heel veel over hoorden vanochtend, of begin van de middag. Als je dat natuurlijk serieus op je laat inwerken, dan denk je, ja, de aarde kan toch wel heel veel aan. Hè? Misschien wel enorme catastrofes. Maar ja, wat als dat zou betekenen dat de mensen dat niet aankunnen? He, dus de Bijbel zegt heel duidelijk, God heeft de wereld geschapen, maar God heeft de wereld ook leefbaar geschapen met water en met regen, met seizoenen. En die kunnen we wel degelijk beïnvloeden. He. We kunnen het water van de rivier vervuilen, dus we kunnen ook het klimaat verstoren. En wat je dan ziet in de Bijbel is natuurlijk heel mooi. Israël vertrekt uit Egypte en gaat naar het beloofde land, het land vloeiend van melk en honing. En er staat een prachtige tekst in Deuteronomium. Jullie komen in een land wat niet meer bevochtigd wordt door de rivier. Hè, dus dat was de Nijl in Egypte. Jullie komen in een land waar God de zegen geeft en waar God de regen geeft. Jullie zullen dus afhankelijk gaan worden van een land van regen en van, in die zin van droogte. En dat is dus afhankelijk van Gods zegen. En dat is dus precies, denk ik, waar we het hier over hebben. Als wij in de natuur bezig zijn en voor de schepping zorgen, dan zijn we afhankelijk van Gods zegen. En die geeft namelijk de regen en de welvaart. En dan heeft Israël dus vervolgens de opdracht, en er zijn al teksten genoemd uit Leviticus eerder vandaag, maar bijvoorbeeld Leviticus 19 en verder, ik zou zeggen lees een keer door, staat van alles. Maar er staat onder andere dus hoe je dan dus op een duurzame manier of op een goede manier met het land moet omgaan. Om drie lijnen te trekken. De eerste, dat is een hele bekende, maar het is wel heel mooi om dat altijd te blijven benadrukken. In het land waar Israël naartoe gaat, Kanaan, dat wordt een land waarin zeg maar, de armen gebruik maken van de niet gemaaide stukken van de akker, maar ook zeg maar, de niet geplukte druiven van de wijngaard. Het staat in meerdere teksten, gaat het dan. Dus dat betekent dat een goed gebruik van het land is dus dat je rekening houdt met recht en met armoede. Dat hoort erbij, hè? Dus duurzaamheid heeft alles te maken met hoe ga je om met rechtvaardigheid en armoede enzovoort. Een tweede is, dat is heel mooi, dat sluit helemaal aan bij wat ik al noemde over het oorspronkelijke betekenis van het woord sustainability, namelijk goed zorgen voor je land. Dat staat er ook letterlijk. Hè? Dat staat, je moet de akker met rust laten. Je moet het laten herstellen. Je moet om de zoveel tijd een wisselgewas of een sabbatsjaar, en dan moet je het braak laten liggen. Dus je moet goed zorgen voor de natuur, want anders dan zal zo meteen de akker niks meer opleveren. Nou, ook dat is denk ik een bekende en belangrijke les. En het laatste, en die is misschien nog wel het moeilijkste, dat is natuurlijk het jubeljaar. Er zijn ook theologen hier vanochtend, dus misschien vanmiddag, er zijn misschien mensen die daar ook nog echt een antwoord op kunnen geven, hoe vaak het jubeljaar nou eigenlijk is uitgeroepen. Ik heb soms het idee eigenlijk nooit. Maar goed, het jubeljaar is iets heel bijzonders natuurlijk in de Bijbel. Het jubeljaar zegt natuurlijk, herverdeel het land weer naar de erfenissen en geef alle schulden of scheld alle schulden kwijt. Als we dan denken over die schulden van de Global South, waar ik het al over had, die dus bepaalt dat er zoveel honger is en armoede, zouden we die eens niet gewoon een keer kunnen gaan kwijtschelden. En dan de mensen daar, of dat het in Afrika is, of Zuid-Amerika, of sommige stukken van Azië, in die zin een nieuwe kans geven. Je kunt ook zeggen, ja, dat kan helemaal niet. Economisch gezien kan dat misschien ook helemaal niet. Maar ja, kon het dan wel in Israël? Wat gebeurt er eigenlijk in Israël op het moment dat er een jubeljaar wordt uitgeroepen? Ik denk dat het een, als het daadwerkelijk is gebeurd, dat het een enorme, nou ja, verandering moet hebben teweeggebracht, die eigenlijk, je zou kunnen zeggen, economisch helemaal niet kan. Maar het is dus wel een Bijbelse opdracht. Scheld de schulden kwijt en herverdeel het land. Nou, de Leviticus en het Oude Testament gaat natuurlijk steeds over veeteelt en over landbouw. Maar dat betekent ook dat we dat kunnen toepassen, hè, op onze huidige situatie. Dus als wij op dit moment, en dan laat ik het heel concreet maken, als wij nu zeggen van wij halen aardgas uit de grond en we gunnen het land nooit rust en er ontstaan aardbevingen, dan denk ik dat dat een oud-testamentische zonde is. Hè, als wij alles uit Afrika weghalen voor grondstoffen voor onze mobiele telefoon, nooit iets overlaten voor de mensen daar, dan doen we dus hetzelfde als de akker leeghalen en niet het stukje overhouden voor de armen.
Dus de vraag is sowieso of dat we daar onze grondstoffen moeten halen, maar dat even terzijde. Maar als we altijd maar alles 100% willen hebben, dan denk ik dat dat volgens Leviticus ook echt een zonde is. Het Oude Testament is daar best heel duidelijk in. Je moet het land leefbaar houden, duurzaam behandelen. Nou, wat zegt het evangelie hierover? Want ik heb dit ook wel eens ergens anders zo uitgesproken. Toen zeiden mensen, ja, wat zegt dat nou over het Nieuwe Testament? Nou, daar wil ik mee eindigen. Kijk, een belangrijke theologische gedachte is dat je natuurlijk Oude Testament en Nieuwe Testament bij elkaar moet houden. En de reformatoren noemden dat tota scriptura. Dat betekent dus ook dat als het Nieuwe Testament het Oude Testament niet vervult of aanvult, dat dan het Oude Testament natuurlijk helemaal blijft staan. Kijk, natuurlijk kun je zeggen, daar hebben we Calvijn grotendeels in gevolgd, dat als het Oude Testament spreekt over hele specifieke liturgische offers, dat is vervuld in het offer van de Heer Jezus, dus dan hoeven wij de offers niet meer te doen. Dat is ook een bekende lijn uit de Reformatie. Maar zo'n soort lijn kunnen we bijvoorbeeld niet trekken over armoede en over recht en over grondgebruik en akkerbouw enzovoort. Dus wat mij betreft staan die teksten er nog steeds. Daarbij is het natuurlijk wel zo dat het Oude Testament gaat over het land wat vloeit van melk en honing, over het land van de belofte. Het Nieuwe Testament is dat land er niet zo in die zin. Wij zijn niet als christelijke gemeente op weg naar een nieuw land. We zijn op weg naar de nieuwe aarde en de nieuwe hemel. Maar tegelijkertijd is het wel zo, Romeinen 8, dat we nog steeds wel in een wereld leven na de zondeval die dus zucht en die, zeg maar, in een gebroken wereld. We zijn vreemdelingen in een gebroken wereld. Nou, in de woestijn en ook als vreemdeling in een gebroken wereld hebben wij dus de opdracht om voor God en onze naasten te zorgen. Niet erbij de pakken neer te zitten, niet te zeggen van, nou ja, het wordt toch een keer nieuw, het hoeft allemaal niet meer. Ik denk dat de Bijbelse opdracht helder genoeg is, dat we dus met rechtvaardigheid, gerechtigheid, dat we met soberheid en matigheid moeten leven in deze wereld. Dat is niet hetzelfde als, ik ga de gebroken schepping herstellen. Dat hoor je soms ook wel eens als antwoord terug. Nou ja, die duurzame mensen die zijn allemaal maar bezig om een soort wereld te redden en zo. Maar ja, de Heer Jezus heeft toch de wereld gered, dat is zeker zo. Maar dat is niet hetzelfde als een gebroken wereld herstellen, maar wel antwoord geven op de roeping die God ons heeft gegeven om een beelddrager te zijn en ook te zorgen voor onze schepping en medeschepselen. Nou, in veel kerken wereldwijd en ook afgelopen zondag in Nederland wordt er elk jaar, zeg maar, Micha-zondag gehouden. Ik heb bijna de neiging om te vragen wie dat afgelopen zondag heeft gevierd. Maar, want ik weet dat er heel veel kerken ook helaas nog niet aan meedoen. Ik vind het zelf prachtig, omdat de hele Micha-beweging is ingegeven door die tekst uit Micha. Hij heeft u, mens, bekendgemaakt wat goed is. En wat vraagt de Heere van u anders dan recht te doen, goede tierenheid lief te hebben en ootmoedig te wandelen met God? Met andere woorden, dat is de opdracht van ons. De opdracht van ons in deze wereld is niet de schepping te herstellen, is ook niet de wereld te redden, maar de opdracht is wel ootmoedig en goede tieren wandelen met onze naasten en met God. En dat is dus ook weer niet hetzelfde als zoveel mogelijk geld verzamelen, zoveel mogelijk spullen uit de aarde halen, zoveel mogelijk producten maken, zoveel mogelijk vervuiling. Nee, dat is soberheid en matigheid. Wat mij betreft een prachtige tekst uit het Oude Testament. En om dan ook weer opnieuw de brug te maken naar het Nieuwe Testament. Je hebt Micha 6 en je hebt ook een hele mooie tekst uit 1 Timotheus 6. Die zin een beetje onthouden, Micha 6, 1 Timotheus 6. Daar staat, u echter, o mens van God, ontvlucht deze dingen. Jaag daarentegen gerechtigheid, godsvrucht, geloof, liefde, volharding en zachtmoedigheid na. Dus opnieuw weer die oproep. Als je in deze wereld mag leven en mag genieten van Gods schepping, dan heb je ook een zorg daarvoor. En dat betekent niet hetzelfde als alles eruit halen, maar betekent wel zorg voor die schepping en dien daarmee God door het geloof in de schepper. Dank u wel. Tot zover.